Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Ultra Moon Randomizer Nuzlocke met Sander van Gaming SB. Yep. Vorige afleveringen waren twee van mijn Pokémon's dood gegaan, dat was wat minder leuk. Vorige aflevering is zo'n beetje al mijn Pokémon dood gegaan? Nee, dat was de aflevering daarvoor. Oh, nou ja, dat kan ook wel. Oh, ziek, ik kom direct een haal met de Torkoal tegen, dit is vet. Behalve dat ik nu moet battelen. Moet je tegen die hou battelen? Ja. Oh, dan heb ik dat misschien nog gedaan. Want hij blijft daar staan namelijk. Vast, ik loop altijd achter, dus het zal wel. Ja, daar zit dat in. Holy damn, die Araquanid is echt zo groot als een Wailord bijna, jong. Niet normaal. Oh, dan is dat de sprite van... Van de Araquanid totem. Oh ja, dat zal, want hij is echt huge. Yep. Hij past bijna niet op het scherm, jong. Nee, het is echt een Dynamaxed Araquanid. Ja, dat is het. Tuurlijk. Dus dachten, oh ja, volgende keer doen we het met die Dynamax. Laten we dat alvast erin doen, dan zijn ze er alvast aan gewend. Sword and Shield confirm? Ja, sowieso. Ik denk dat hij binnenkort zelfs uitkomt. Ik denk het ook. Ik denk dat hij zelfs al uitgekomen is. Ja, zo hard zou ik nou ook niet van stapel willen durven lopen, maar... Ja... Balshoop is niet zo mooi, vind ik. Nee, zet dat in. Oeh, ik zie je Pokébal, daar zit sowieso zo'n hele coole item in, weet je wel. Welke? Ja, dat weet ik nog niet, want ik moet eerst tegen Koekoei praten. Oké, dit wordt een probleem. Never mind. Oh, hij is ook bug. Dan... Ja, hij is ook bug. Mind. And always mind. ik persist in ieder geval de Watergun, dus... Had je nog gezien dat wij al die pakketjes in TCG Online nog gingen openen? Ik heb wat ervan gezien... Niet heel veel eerlijk gezegd. Okay. Omdat ik toen ook ondertussen probeer de shit te fixen. Toen ik weer hetzelfde naad. Maar ja. Probeerde je shit te fixen? Voor school? Ja, echt. Ik heb dus een Chrome extensie voor Twitch. Oh. En een van de mooie voordelen die je hebt... is dat daar letterlijk een button staat met host channel. Maar die had ik ineens niet meer, omdat schijnbaar de app geüpdate is. Ah. De extensie. Dus ik probeerde dat op te zoeken, van is er een fix. Dus de stream stond wel aan, met geluid ook en zo. Okay. Maar omdat ik ook druk bezig was met lezen en kijken, nee, niet zo heel veel van mij. Maar nog goede shit gehad? Of, Ja, hoe heet het? Op een gegeven moment zo'n cape, zo'n trainer zeg maar, zo'n trainerkaart. Dat is zo'n cape, zo'n gouden. En al nog wel andere dingen, die waren wel vet, maar... Ik vind de echte kaarten die ik heb getrokken veel interessanter, zeg maar. Ja, maar je hebt ook best wel veel goeie. Ja, dat is wel ziek. Dat is echt een goede ronde deze keer. Ja. Die moet ik heel even aanpassen. Want ik deze houtbattle is nog niet makkelijk. Dat is natuurlijk neutral omdat ik ook part bug ben. Mijn superpoints zijn op. Oké, nee, fijn. Ik vecht nu tegen een Swallow trouwens. Ah. Ja, maar die Araquanid is nog niet dood. Mm-hmm. Hij switchte. Oké. Dus je bent nog steeds met die ene Pokémon bezig. In principe heb ik heb nog 0 Pokémon's verslagen, laten we het zo noemen. Gaat die dubbel teamen? Nee. Oh, hier heb ik echt geen zin in vandaag. Het is alweer zover, Sander. Oké, Swallow is wel bijna dood nu, omdat ik mijn Smackdown heb geraakt. Woyo?
hoe durf jij hem dood te maken? Ik durf dat gewoon. Oh, Asian Power is ook 100 accuracy? Dat wist ik niet. Ah, dat ik hem met een Asian Power dood kunnen hebben. Had je nog kans op een boost ook? Ja, daarom. Laat die weer withdraw. Hou op. Hou op. Dit was niet de afspraak, gozer. Ja, daar denkt hij toch iets anders over. Ik heb geen fire type. Of... Oh, ik heb wel flying natuurlijk. Dat werkt ook. Dat is natuurlijk ook fighting. Deze morning. Sander, ik heb trouwens gezien dat jij speed button had gebruikt. Vorige aflevering. Wat? Wanneer? Vorige aflevering. Wat was ik aan het doen? De Aether Foundation. Oké, fair enough. Ja, ik zag dat. Ik zat zo te editen en dacht ik, hey. Ik denk... Deed ik niet iets van, hey, sst, niet doorvertellen of zo? Vaak maak ik zo'n gebaar. Dat heb ik niet gezien. Oh, Poison Barb, dat is best wel een goede... Oké, okay, ik heb nog steeds 0 Pokémon's verslagen. Ik weet, hij heeft een Swallow, Lucario, Arachnid en nu een Electrode. Nou, best een goed team. Bij die Electrode moet je wel oppassen dat hij geen Explosion doet. Oh, ja, dat is wel een goeie. Ik wou dus naar Goud wensen, omdat ik bang ben voor Electric-type moves. Hij resist wel ook de Explosion natuurlijk. Maar zijn defense is wel ook laag. Letterlijk iedereen heeft een hogere defense. Zo'n beetje elke Pokémon die er bestaat? Ja. Maar ja, die zijn allemaal weak tegen hem. Fuck. Iedereen met een beetje een goede defense is of damaged of ja, weak tegen Electric. Ga ik naar Goud wensen? Dat is nu eventjes een vraag. Dat is mijn barbootje, trouwens. Ik ga het gewoon doen. Ah. Want, ja... Self-destruct, oké. Okay. Ik denk dat we dood zijn. Ja. Rip. Ja. Dat was barbootje. Maar ja, ik heb die Nidorina nog gevangen, ja. Ja, dat is oh waar. Nee, die heb ik niet meer gevangen omdat ik die barbootje kreeg. Ja, dat klopt. Fuck, dan heb ik één ground type. Ik heb een Quagsire, die is zo slecht, dat is niet normaal. Die heeft Mudsport, Mudshot, Mudbomb en Slam. Welke Pokémon was dat, sorry? Quagsire. Oh. Ik moest tegen Crustle, dus ik dacht, oh, ik pak even een water Pokémonnetje, weet je wel. Maar hij heeft geen water types. Okay. Nope. Aqua Ring, hou op. Oké, ik heb nu wel 1 Pokémon dood, maar ik ben ook 1 Pokémon kwijt. Dat is dan wel weer minder. Oké, ik heb nu 2 Pokémon dood. Je kan het, Sander. Nou, straks als de aflevering afgelopen is, heb ik misschien hou verslagen. Misschien net wel, maar... En anders dan duurt deze battle gewoon, 3 afleveringen of zo. Deze Crustle is zo kut. Nou, dat is niet handig. Oké, Pyukumuku, kijk, dat is wel... Ik wou zeggen, dat is wel één die ik makkelijk neerkrijg, maar schijnbaar doet een Needle Arm echt niks. Hoezo doet... Oh, Needle Arm is natuurlijk physical. Ja, Needle Arm is physical, ja. Ja, ik denk dat Weeping Bell geen physical attacker is. Rip. Oh, jawel. Wat? Hoezo doet het dan zo weinig? Dat is toch super effect? Nou. Wacht, tegen Araquanet. Nee, tegen Pyukumuku. Ja, diegene die... In... Ja, ik weet wie dat is. Ja, ja. Hij heeft letterlijk een... Ik snap dat echt niet. Pyukumuku heeft letterlijk een soort tweede vorm gekregen in Galar. Alleen ze noemen hem Pinchurchin of zo. Nee joh, die lijkt er niet eens op. Ja,
Dat is bullshit, die lijkt er hartstikke veel op. Nee, hij lijkt er helemaal niet op. Nou, ik haal ze altijd door de war. Dat kan alleen gebeuren als ze op elkaar lijken. Nee, dat kan alleen gebeuren omdat jij gewoon geen Pokémon kent. De ene is zwart, de andere is paars. Maar voor de rest... Noem nog één verschil. Nou, de ene heeft fucking grote stekels en de andere niet. De andere heeft een of andere goor wit spermpje uit zijn mond en de andere niet. De andere heeft een kontneus en de andere niet. Dus. De ene is een elektrische Pokémon en de andere water Pokémon. Ja, oké, maar ja, hey, dat zou ook een vorm kunnen zijn. De ene is Gen 7 en de andere Gen 8. Ja, maar ja, dat zie ik er niet aan af als ik... Nee, maar jij bent ook geen Pokémon-meester, Sam. Oh, hey, wacht. Is dit een vorm van Pyukumukumu? Maar nee. Ja, je sport niet. Meteen zo haten. Hey, Sander, ze hebben jou ook als Pokémon in de game gestopt. Nou, dat geloof ik. Ik moet toevallig tegen jou. Welke? Bruxish. Nee? You mad, bro? Oh, bijna dood. Anders zeg gewoon wat, jongen, Kees. Hoe ben je weer bijna dood aan het gaan? Die titel was wel leuk, hè? Sander, doe nou niet zo lastig. Met die titel heb je me teruggevonden, maar anders was ik nooit meer teruggekomen. Oh, recht hoor, hater. Mij vergelijken met Bruxish, nou... Ja, dat is bijna net zo erg als Pinkertje vergelijken met Pyukumuku. Nee! Oh, waarom ging ik nou naar Weavingbell? Zit jij trouwens nog steeds in die ene battle? Ja, ik zit nu tegen de laatste Pokémon en Lucario. Je kan het. Nee. Doe zo'n vurige Pokémon gebruiken. Oh, dankjewel. Nee, nu komt het helemaal goed. Ja, maar ik kan ook zo'n vechtige Pokémon gebruiken. Oh, dankjewel. Nu komt het helemaal goed. Zo'n psychische Pokémon. Want die heb ik ook alle twee. Ik heb toevallig ook een vuur- en fighting Pokémon. Een psychische Pokémon? Fighting is helemaal niet super effectief tegen fighting, toch? Of, neem maar wel tegen steel. Echt? Ja. Ik bedoel, ja, dat wist ik. Ik zat jou aan het testen. Losers. Nou. Mocht je straks linksboven gaan, daar zijn twee Pokémon trainers met een Pokémon van level 30. Die zijn best pittig, dan zal ik je alvast zeggen. Ja. Mij is alles pittig. True, true. Ik snap niet waarom ik zo hard genaaid word. Hoezo word je genaaid? Dat heeft niks met een naaien te maken. Een Electro met Self-Destruct. Ja, oké. Okay. Mijn Pokémon waren gehurt. Of Water-types. I mean... Sorry hoor, maar dat noem ik wel een beetje genaaid worden, maar... Nee, oké. Okay. Als jij dat niet vindt, dan vind je dat lekker niet. Hey, het is Scrub. Die Pokémon snap ik echt niet. Wat? Scrub. Hoezo niet? Vind ik echt een lelijke Pokémon. Ja, dat ik ook wel, maar... Ik denk niet dat ik hem meteen niet snap. Nee, maar ik snap hem ook niet omdat het een dragon is. Is het een dragon? Ja. Toch Water Poison. Oh ja, Water Poison. Ik dacht echt dat het een dragon was. Nee, dat kan niet. Dan is je gewoon lelijk. Straks is hij wel dragon en dan zeg ik... Nee, dat kan echt niet hoor. Dat is echt niet zo. Nee, jij zei, toen jij Poison zei, dacht ik wel van ja, volgens mij klopt dat wel inderdaad. Oh, ik had beter kunnen... Oh. Dit was helemaal mijn fout. Ik ben mijn Mawa al eens dood, maar dat was fucking dom. Ja, ik voel je wel, man. Ik ben ook wel eens een Mawa verloren. Twee keer zelfs. Ben je twee keer een Mawa verloren?
Ja, één keer in een Fire Red Shuffle Lock. Ja. En één keer in de serie die wij deden. Toen was ik grond. Maar ik weet niet meer of dat X en I was of Ores. Nee, X en I was ik Fire. Dus dat zal dan wel Ores geweest zijn. Ik merk dat ik een beetje onderleveld begin te raken. Hoe hoog level ben je dan? Ja, onder de 30. Alleen mijn superster is level 32. Maar ik moet even eigenlijk iets gunstigs hebben. Een goede nieuwe Pokémon. Hebben we een encounter in die National Sander. Mally Garden? Sander, het is een Avatar Lock. Ja. Oh ja. Er is grass, dus dan in principe. Oké, dan moet ik hopen dat er zo'n Nidoran hier te vinden is of zo. Of tenminste iets met grond wat ik mag vangen. Ja, heb je, best wil, je per se, wil je per se een grond Pokémon? Ik zou niet weten wat ik nu moet doen tegen Electric types. Dus. Alhoewel, grass is natuurlijk ook. Nee, grass is niet super effective. Ja, grass, dat weet ik, maar het resist in ieder geval de electric. Ja, maar dan kan je inderdaad wel, wat je zegt, beter een ground Pokémon hebben. Ja, dus een Quagsire of een Seismitoad, die zouden wel nice zijn. Ja. Of een Mamoswine. Oeh, Mamoswine. Dat mag natuurlijk ook. Dat zou gunstig zijn. Alleen ik zie hier alleen nog maar Salzburgs. Nou, no offense naar Salzburg. Maar die hoef ik in principe niet. Nee, er is niks vervelends mee. Alleen ik hoef hem niet. Maar ik ben blij dat hij er is. Oké, dat is misschien ook niet helemaal waar. Nee. Maar hij mag er wezen van mij. Doe ik niet moeilijk over. Fog Constrict. Oké. Ik heb nu een Oma Star mee. Maar ik heb al een paar Water Types. En een Rock Type. Dus. Ja, ik wil daar toch gewoon echt zo'n ground type voor. Give me ground type. Een fracture. Nee, dat is dragon. Dat is niet helemaal ground. Eigenlijk. Niet helemaal. Mag ik ook niet vangen. Oeh, een safari ball. En een rindowberry. En een red nectar. Okay. Ik ga zo wel heel erg achterlopen trouwens. Omdat ik nu dus weer voor de kant aan te vissen ben. Of nou ja, niet letterlijk, maar zoeken. En zo net was ik, hoe heet het? Met de How Battle bezig, wat 5 uur duurde zo'n beetje. Dus ja, sorry. We weten inmiddels hoe het werkt, Sander. Ik snap niet, hoe is het hier naartoe gelopen? We hadden ooit, een heel goed contrast. De ene keer stond ik heel erg voor, de andere keer jij. Maar op een gegeven moment is het gewoon. In welke serie? Volgens mij loop ik toch altijd voor. Nee, bij Ores was het de hele tijd om en om. Ja. Voor mijn gevoel. Ik dacht dat ik elke keer voorliep. Ik heb hier wel een Balloon. Zich. Oh, wacht. De Ores was de eerste die wij deden, of niet? Ja. Ja, klopt. Nee, bij X en Y liep ik elke keer voor. En bij deze ook. Ja, klopt. Dat bedoel ik. Ik weet niet waarom. Waarschijnlijk omdat ik. Bij X en Y vind ik het nog logisch, want die games heb ik nooit gespeeld. Mm-hmm. Bij deze, er staat letterlijk waar ik naartoe moet. Hoe ben ik niet even snel als jou? Ja, dat is een goede vraag. Of ik moet heel veel moeilijkere battles krijgen natuurlijk, dat kan. Is dat gebeurd? Niet per se moeilijker, alleen. Hoe heet het? Soms als ik wel eens terugkijk, dan ja, ik doe dingen gewoon sneller of zo, of ik loop door. Zou ik een waterval hebben in de bag? Secret Sword. Ik had eigenlijk graag een wateraanval gebeld. Oeh, een pocketball. Een chest, oh Barry. Wat moet ik daar nou mee, jongens? Ik heb geen idee. Net als deze Pikipek. Nee, het
past niet. Ik wou kiesje vechter doen. Huh? Ik heb een Breloom gekregen. Toen moest ik meteen denken aan het... het dingetje van... van Super Smash Bros. De kiesje vechter. Oh, speel jij mee in het Nederlands? Nou, ik heb hem zelf niet, maar... Oh. Ik heb hem wel eens gespeeld bij mensen die hem wel in het Nederlands hebben, in ieder geval. Volgens mij. Heb je jouw Switch in het Nederlands staan, trouwens? Het ligt eraan welke taal heb jij hem staan? In het Engels. Ja, nee, dan ik niet. Nee. Nee, ik heb hem wel in het Nederlands staan, eigenlijk. Ah. Ik cringe hem zo erg bij Mario Kart of bij Mario Party of bij alle Mario games. Alles in het Nederlands, dan cringe ik echt zo hard. Maar dan moet je je Switch systeem gewoon op Engels zetten. Ja, dat heb ik ook gedaan. Ja, nee, dat snap ik dan wel. Ja, ik heb het nu... Dat dus niet, omdat... ik die games niet heb toevallig. Sander, waar loop je nu inmiddels? Heb je Kukui al gevonden? Wat? Oeh, een Larvesta. Heb je Kukui al gevonden? Nee, ik ben nog steeds mensen aan het vangen. Ik heb nu een ijsbeer gevangen. Ik doe die eerst maar even in mijn team. Dan heb ik tenminste iets wat wel... Oh, die Larvesta heeft Delta Stream. Wat doet die ook alweer? Oh, Larvesta zou ik ook mogen. Ik kom nu bij Hou. Oh, ik moet... Gewoon doorlopen, nee, oké. Ja, je moet helemaal links omlopen. Een floatstone. Oh, dat is chill voor floating en shit. Oh, de quickball zit niet, wat kut. Wat doet Delta Stream? That moment when the quickball zit not. Echt, I cringe him very hard. Hier, deze wilde Pokémon is gewoon level 27. Van mijn gevoel ben ik zo underleveled. Ja, bij mij zijn de wilde Pokémon's ook ongeveer rond 27. Dus zover loop ik niet achter. Ik ga wel ook wat wilde Pokémon mogelijk verslaan, omdat ik ben mogelijk underleveld geworden. Dus, ja. Dus dan loop ik nog verder achter. Yay! Nee. Yay, ik loop achter! Oh, mijn leven. Dan moet ik weer wachten. Yay! Oh, is dat het ergste wat er kan gebeuren? Oh, dan is het niet erg. Krijgen we een serie van 100 afleveringen. Oh, dat is wel erg. En ik wil zo graag aan onze volgende serie beginnen. 2. Damn it. Oké, ik ben nu in het Midden-eiland. Ik zie nog geen Kukui. Zie je wel zitplaats. Leuk, oké, leuk. Oh, hey, ik zie Kukui. En een ijsje. Pak me. Nee, hij is aan het mediteren. Oh, hij is niet aan het mediteren. Even. Wat is Hou ook een lul eigenlijk? Dat klopt, ja. Hou staat letterlijk op de brug. Van, hé, gastje, kunt er niet langs. En zodra ik Kukui heb gevonden, komt hij snel ook meelopen. Zo van, gastje, gewoon... Eventjes had gezegd van, oh, ga er langs, dan loop ik met je mee. Nee. Hij laat mij helemaal omlopen voor niks. Het is verschrikkelijk, Sander. Ik haat hem. Mag ik zo'n haatcomment bij hem achterlaten? Dat mag. Yes! Ik vind jij wel een soort Sander Roos, vind ik jou. Wat? Oh, zo. Ja, nee, ik snap hem. Wauw, wat slecht. Maar ik doe geen food reviews. Doet hij food reviews? Ja, op zijn eigen kanaal wel. Waarom? Ja, weet ik ook niet. Daar is hij soms ook verrassend positief trouwens. Ik geloof er niks van. Nee, hij had ooit een keer vegetarische balletjes of zo. Ik denk, oh, dit is leuk. Nu gaat hij het helemaal afkijken. Toen ging hij het minder afkijken dan ik gedacht had. Toen dacht ik, oh, hij kan wel objectief zijn. What the fuck? Had ik niet verwacht. Hé, maar ik heb hier zo'n Electros. Dat is electric water, toch? Electric. Die mag ik vangen. Die is alleen electric. Die is niet water. Ik twijfel al of die water is. Ik zat ook al bij de quickball en ik denk, ik ga hem nog niet gooien.
leven. Jouw leven is spittig, kut. Daar is een trainer, dat gaan we mooi niet doen. Oké, okay, waar moet ik nu naartoe eigenlijk? Ja, eigenlijk gewoon bij de Pokémon Center staat dan Lily, zeg maar. Daar moet je even mee kletsen. En dan ben je op zich net zo ver als ik, alleen ik heb al in de volgende route wat trainers verslagen. Oh, hey, dit is Lily. Daar wou ze net ook langs om een Pokémon te vangen. Zullen we zo meteen de aflevering even beëindigen en de Pokémon gaan trainen? Want dit wordt echt kut. Oeh, een Beedrill. Als jij de Pokémon wilt trainen, dan zeg ik ga je gang. Ik ben in principe niet zo ver. Oh jawel, nu wel. Oké, okay, ik gooi heel even een quickball naar deze Beedrill. En als... Een encountertje. Ja, maar Sander. Ik wou zeggen, als hij niet zit, dan run ik. Ah. Oh. Oeps. Wauw, Beedrill 3 keer schudden en dan zit je niet. Wat ben jij een vieze bitch. Weet je wat ik daarvan vind? Och. Weet je wat ik daarvan vind? Nee. Zo'n unpog. Zo'n unpog. Ja. Iedereen, heel erg bedankt voor het kijken van deze aflevering. Zeker. Vond je dit nou een leuke aflevering? Veel is er niet gebeurd, maar het was wel gezellig. Doe even een duimpje omhoog. Ga lekker naar Sander's kanaal, want Sander is een coole boy. En dan mag je daar even een abonneetje achterlaten. En dan gaan we de volgende aflevering gaan we de berg op. En misschien dat we dan wel bij de volgende trial komen. Wie weet. Tot de volgende aflevering. Adios, amigos.